Het is tevens ook het ruigste Plopsa-park. Maar zoals we zien hier, die Main Street hier allemaal, dan zien we dat het echt wel Plopsa is. En hier heeft Plopsa hun stempel echt wel gedrukt. En dan die grote megahal, waar dan één achtbaan staat en wat flat rides. Ja, dat zijn echt wel meer het Plopsa gedeelte. Want als je daar boven kijkt, zie je een groen krokodilletje achter. Die Tabulaga, of Tabaluga, mijn excuses. Dat is eigenlijk de figuur die hier vroeger was. Dat is eigenlijk een figuur wat vroeger op televisie kwam. En daar ontstond het park dan van. Maar ja, goed, dat is dan nu niet meer zo. Nu is het meer Plopsa. Je vindt hier en daar wel figuren, want samen was dat dan met een krokodil, een vogel en dan denk ik nog een ander dier. En die vinden we dan af en toe nog wel in sommige delen van het park. Maar hier is dan weer Maya erbij. Wat ook opvalt is dat Plopsa D hier niet alle Belgische figuren heeft. Zoals Piet Piraat zien we weer niet, Plop, Samson en Gert zien we niet. Enkel de eigenlijk Duits-achtige figuren zoals Heidi, Maya, Wiki en het Huizenoebes. Al is het Huizenoebes ook al niet meer denk hier te zien op televisie. En de enige attractie van het Huizenoebes is eigenlijk de Freefall Tower. Ons eerste park van, Plopsa, van de pretparktrip was Plopsa Co. En daar zag ik een mondmasker. En ik wil het jullie even laten kijken. Ik zal even dan ook, dan zien jullie ook mezelf. Dat was een Plopsa mondmasker. En ik dacht van dat is zeker iets interessants. En omdat we toch nog naar het andere Plopsa, naar dit Plopsa park gingen. En omdat nu de mondmaskers overal moeten gebruikt worden. Vond ik het zeer handig om deze te kopen. Dit is dus eigenlijk een Plopsa masker. Er staat gewoon Plopsa op en wat wolken, de bekende wolken van Plopsa. Maar ja, zeer mooi en ik dacht van ja, het is zeker handig in deze tijden. En ja, goed. Ook Plopsa, dat merkte ik in Plopsa Co. en in Holiday Park hier, dat echt wel de maatregelen goed worden toegepast. We zien heel veel gele, groene bollen, rode bollen en daar mag je dan natuurlijk niet staan, die groene bollen wel. Of je moet doorlopen en het is echt wel heel goed gedaan. Plopsa maakt er echt wel heel goed werk van. Plopsa heeft ook heel veel verschillende parken. Zoals er een 3 in België en ze zijn nog aan het fel aan het uitbreiden. En dan eentje in Nederland en hier in Duitsland dan eentje. En ja, ze doen het echt wel heel goed die coronamaatregelen. Want ze weten ook van kijk, we hebben veel Plopsa, we hebben veel parken. En parken zijn onze heel grote inkomsten daarvan. Uiteraard ook de films, maar ja. We zien hier nog wat speeltuigen, watertuigen en dat is zeker wel handig bij deze warme dag. Maar goed, verfrissend water is altijd fijn. Hier zien we een Maya restaurant dat eigenlijk echt al heel veel lijkt op het Plopsa of op het Plop huisje bij in Plopsa van de Pan. Maar hier is het Maya restaurant. Zo, wij zijn aangekomen bij het indoor gedeelte en dit is eigenlijk, ik kan het heel goed vergelijken met Plopsa Indoor Hasselt, Mayaland in Hasselt of in de Pannen zelf of in Plopsa Indoor Coevorde. Hier staat één achtbaan, die gaan we even doen.
Zo, hier zien we eigenlijk het heel vreemd autootje, wat eigenlijk van Cars is. Vreemd wat dit eigenlijk in een Plopsa park doet, wat eigenlijk van Disney is, maar ja. We wandelen hier in het vernieuwde, de vernieuwde van de bootjes, de Rapid River. Hier heet dat de Dino Splash. Plopsaland is tegenwoordig echt bezig met dino's, omdat dat een universeel thema is dat ze overal kunnen gebruiken. Maar hier hebben ze het weer heel mooi aangepakt. Echt daar chapeau Plopsaland, dat jullie hier weer neerzetten. Zo, daarnet even Burj Falkenstein gedaan. Een zeer vreemde dark ride voor een Plopsa park. Het is waarschijnlijk ook een attractie die voor de tijd van Plopsa stond. Een vrij
engere darkride, zal ik maar zeggen. Voor kinderen zeker en vast. Maar goed, ja. Zo, en hier is Plopsa, of ja, Holiday Park bezig met een nieuw land te bouwen, Wikiland. Eigenlijk hetzelfde als bij ons in Plopsaland de Pannen. Met een disco coaster en ronde bootjes, of ja, bootjes die rondvaren. En waarmee je moet schieten. Misschien af en toe wel een klein beetje. Daarbovenin zien we al de grote golf. En ja, de vaarzuilen zijn al gemaakt, de huisjes zijn al een beetje klaar. De zone zal volgend jaar openen. In 2021. En ja, het is eigenlijk hetgene, echt hetgene wat we in Plopsaland te pannen hebben. En ook wel een andere park. Ik denk dat diezelfde zone ook in Mayaland Kaunati wordt gebouwd op dit moment. Hier hebben we zo'n thema van vliegen. En dit is het oude mascotte. Thank you.
Es ist ganz einfach, eure Maschine zum Überschlag zu bringen. Und sie füße. Und dann weet ik, Zo, we zien hier eigenlijk een gele kurkentrek en dat is eigenlijk een oude restant van een oude attractie. Ik denk dat die Wirbel heet en die is in 2005 denk gesloopt of
komen. Ik weet dat ik durf het niet meer te zeggen, maar die gele kurketrekker is dus van Wirbel, een oude attractie. Maar daarlangs staat echt wel deze topper Skyscream. En nog nooit zo'n type gedaan. Maar het, ja, het is wel echt een heel speciaal type. Zeer leuk, alleen de bochten zijn zeer intens met die snelheid. En het karretje voelt niet al te soepel aan. Maar als je er bent, zou ik hem zeker doen. Want het is echt waar een gigantische achtbaan. Ik denk dat ze dadelijk wel vertrouwd neer voorbij komt. Maar echt waar. Ook het thema is echt wel heel speciaal. Mooi aangekleed. We zien hier ook wel allemaal achter ons oude wrakken. En dit is zowat een enger, een horror gedeelte. Daarom heet het ook Skyscream. En ik denk dat tijdens de Halloween-tocht, of de Halloween-periode, dit gebied echt wel zeer eng wordt gemaakt. En ook de wachtrij is al heel eng. Ik denk dat er dan ook wel echte mensen in worden komen. En daar is de achtbaan. Zo, en we zijn aangekomen bij de laatste achtbaan, de laatste nieuwe achtbaan van onze trip. Maar wat een baan. Dit is echt waar gigantisch wat hier staat. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem dadelijk doen. We gaan hem zeker op de eerste rij, de laatste rij, zeker ook eens proberen. Maar ja, dit is zo'n baan die je al zo lang hebt gezien op diverse foto's, filmpjes, eender wat. En nu kunnen we hem eindelijk eens gaan doen. Ik weet niet, iemand die ooit Rollercoaster Tycoon 3 heeft gespeeld, die weet dat je deze baan perfect kan nemen, kopen, bouwen. Want die staat gewoon perfect in het lijstje ergens bij een van die achtbanen. Deze baan is van Intamin en ja, de baan heeft al zoveel prijzen gewonnen, echt waar. Ik kan er zoveel over vertellen en ik denk dat hij nu zo dadelijk gaat aankomen. Dus we gaan nog even wachten, daar gaat hij aankomen.
hier zien we enkele statistieken van de achtbaan. 62 meter hoog, 120 km per uur. De baan is bijna 1,3 km lang. 4,5 G krijg je. De aantal airtime 7 keer. En de maximale graad die je naar beneden gaat is 82 graden. En dit 20 miljoen Duitse kronen gekost. Zo, we komen net van Expedition GeForce en hier zien we allemaal de prijzen die hij heeft gewonnen. En echt waar, het is zeker waar. Echt waar, wat een topcoaster. Niet te geloven dat dit eigenlijk in Plopsa Park staat. En zo komt er een einde aan ons dagje hier in Holiday Park. Een zeer tof park. Zoals ik al vaak heb gezegd, niet echt Plopsa gerelateerd, maar Expedition GeForce. We hebben net het laatste ritje van de dag meegemaakt. Echt daar, wat een topbaan. Skyscream is ook zeker een fantastische baan die ik nog nooit eerder in mijn leven had gedaan. Of dat soort type. En zo komt er een einde aan onze dag hier in Holiday. En dan gaan we door nu naar het laatste hotel en dan in Koblenz. En dan gaan we morgen door nog één keer naar Fantasialand. En dan zit de trip er bijna op, dus. Maar goed, tot de volgende video. In wenigen Augenblicken wird der Holiday Park für heute seine Tore schließen. Wir danken für Ihren Besuch, wünschen Ihnen einen angenehmen Weg nach Hause und hoffen, Sie bald wieder im Holiday Park begrüßen zu dürfen.